De bond bij het douanekorps Suriname is vandaag eerder dan afgesproken bij elkaar gekomen in een algemene ledenvergadering. Er zijn namelijk vorderingen geboekt in de onderhandelingen met financiënminister Armand Achaibesin. Bondsvoorzitter Joyce de Vlug vertelt in een gesprek met de nieuwsdienst dat de staking die de bond al langer dan een week voerde officieel is opgeheven. 23 februari zouden we dan weer bij elkaar komen. Maar ondertussen hadden we opdracht van de ALV om verder met de minister te onderhandelen. Ten aanzien van die werkgroep, adviesorgaan van de minister, zouden we moeten onderhandelen over de inhoud van het conceptbeschikking, waarbij de ALV zich niet kon terugvinden in bepaalde delen daarvan. En ondertussen mogen we aangeven dat wij er zijn gesprekken gevoerd met de minister. En het is toch wel vanuit de kant van de minister, van de zijde van de minister, heeft hij goodwill getoond. En er zijn toch wel wijzigingen aangebracht aan de inhoud van het concept beschikking. De Vlucht zegt verder dat het bondsbestuur het helemaal niet eens was met het eerder opgemaakt concept van de minister. Nu zijn er ook douaneambtenaren opgenomen in de werkgroep Reorganisatie Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen, dat nu een adviesorgaan is. Het concept van verandermanagementteam is volledig ingetrokken. Met dit concept dat er nu is, daar kunnen we mee leven. Daar is duidelijk dat de werkgroep geen uitvoeringsmandaat heeft, maar dat het een adviesorgaan is. En alle uitvoeringstaken, et cetera, is in handen van de inspecteur. Inspecteur hoofd van de dienst van de douane. En dat is ten aanzien van de werkgroep. En ten aanzien van de rechtspositionele zaken mogen we ook aangeven dat we flink zijn opgeschoten. Ik mag alvast zeggen dat ten aanzien van de ambtenaren die bijna anderhalf jaar al geslaagd zijn, of langer dan anderhalf jaar zijn geslaagd, de laatste groep commissen, dat alle beschikkingen, hebben we begrepen, reeds binnen zijn. En ook was er aangegeven dat er een fout was in hun beschikking van vaste dienststelling. De Vlucht zegt dat de juiste beschikkingen nu zijn opgemaakt voor mensen die moesten worden bevorderd en in vaste dienst moesten komen. Het gaat in enkele gevallen om douaneambtenaren die al langer dan 7 jaar in dienst zijn. Ook de nodige persoonlijke uitrusting wordt in orde gemaakt. En zullen de douaneambtenaren vanaf eind maart in 5 perioden hun TWK vanaf 2019 uitbetaald krijgen.